Welkom bij het zevende college fonologie in deze reeks. Een reeks waarin we die fonologische representaties tot nu toe en ook nog wel een tijdje van beneden naar boven aan het afwerken zijn. Van klein naar groot. En het kleinste element van de fonologische representatie hebben we gezien is het kenmerk. Het fonologische kenmerk en die kenmerken die zijn op allerlei manieren georganiseerd. Zijn georganiseerd in autosegmentele representaties met betrekking tot elkaar. Maar zijn uiteindelijk ook gegroepeerd in segmenten, in klinkers en medeklinkers. En die segmenten, hebben we vorige week gezien, zijn op hun beurt georganiseerd in lettergrippen. Groepjes van klinkers en medeklinkers vormen samen een lettergrip. En er is heel veel aanwijzing voor dat dat ook daadwerkelijk zo is, bijvoorbeeld in ons hoofd. Dan zijn we nog niet klaar. Als we praten, zeggen we niet zomaar lettergrepen naar elkaar. We hebben al een heel klein beetje een soort van evidentie gezien dat die lettergrepen georganiseerd zijn in grotere eenheden. En we gaan ervan uit dat in ieder geval zo'n grotere eenheid het woord is. En zoals dus een woord is een groepje van lettergrepen in essentie. Met misschien nog S'en en T's in sommige talen zoals het Nederlands gedrapeerd daaromheen. S'en en T's die niet horen tot de lettergreep, maar die wel horen tot het woord. In sommige talen is er extra evidentie voor de structuur. Interne structuur van zo'n woord als een groepje lettergrepen op een aantal manieren. In de eerste plaats, ook dat is al heel even zijdelings aan de orde gekomen, in de eerste plaats heb je in talen die klemtoon hebben, en dat is het onderwerp van dit college, in talen die klemtoon hebben, het bewijs dat een woord niet alleen maar zomaar een groepje van lettergrepen is, maar een groepje waarin één lettergreep wordt aangewezen als bijzonder prominent, namelijk de beklemtoonde lettergreep. En ook dat herkennen we van de structuur van lettergrepen, want lettergrepen zijn groepjes van klinkers en medeklinkers waarvan er één het meest prominent is, namelijk meestal de klinker, de kern, de nucleus of wat we ook wel noemen het hoofd. De hoofd is het meest sonoor en daarmee het luidst. Het hoofd is de klinker in een toontaal is het hoofd waar de toon van de lettergreep wordt gerealiseerd enzovoort. Nou, dat heeft een soort parallel in ieder geval in klemtoontalen in die ene lettergreep die beklemtoond is, die hoofdklemtoon heeft. Die heeft allerlei fonetische bijzondere eigenschappen. Wat zijn die bijzondere eigenschappen? Interessant daaraan is, dat zijn relatieve eigenschappen. Die zijn niet absoluut. En dat maakt klemtoon iets anders dan bijvoorbeeld toon, maar klemtoon iets anders dan een fonologisch kenmerk. Als je een segment in isolatie hoort van een taal die je kent, waarvan je iets weet, dan kun je zeggen of die medeklinker stemhebbend is of stemloos. Dan kun je zeggen zelfs of die klinker een hoge toon heeft of een lage toon. Ieder kenmerk gaat gepaard met bepaalde fonetische aanwijzingen. En je kunt dat in ieder geval in principe aan een segment in isolatie horen. Er zijn allerlei problemen met, ik bedoel, een medeklinker in isolatie is sowieso heel moeilijk te horen. Maar in principe zit alles wat je zou kunnen weten in die medeklinker zelf. Maar in klemtoon zitten de fonetische aanwijzingen in de vergelijking met de omringende lettergrepen. Een beklemtoonde lettergreep is wat langer meestal dan onbeklemtoonde lettergrepen. Een beklemtoonde lettergreep heeft een hogere toon dan niet beklemtoonde lettergrepen. Een beklemtoonde lettergreep is misschien volgens sommigen ook wat intenser, wat luider dan andere onbeklemtoonde
lettergrepen. Maar dat is allemaal relatief. Je kunt ook langzaam praten. Je kunt ook op een wat hogere toon gaan praten. Je kunt ook sowieso wat luider praten. En in dat geval zijn de beklemtoonde lettergrepen nog net wat langer, nog net wat hoger, nog net wat luider dan de andere lettergrepen die eromheen staan. Dus in isolatie is dat eigenlijk niet te horen. Het is een relatief begrip. Ik denk ook eigenlijk dat het feit dat het relatief is, maakt dat in mijn ervaring er in ieder cohort wel altijd wel een paar studenten zijn die in ieder geval menen dat ze die klemtoon niet kunnen horen. Dat ze niet kunnen horen waar in een Nederlands woord, als zelfs al is dat Nederlands hun moedertaal, waar de hoofdklemtoon precies ligt. Waar ligt de hoofdklemtoon in encyclopedie? Ik heb die ervaring zelf niet. Ik kan me ook niet herinneren dat ik dat ooit moeilijk heb gevonden. De enige truc die ik kan bedenken is overdrijf, als je het probleem hebt. Dus overdrijf eigenlijk deze drie parameters voor iedere lettergreep in het woord. En kijk waar, in welk geval dat dan het minst onnatuurlijk klinkt. Wat klinkt dan het beste? Dus encyclopedie klinkt minder natuurlijk. Het klinkt heel raar, sowieso. Maar encyclopedie klinkt ook heel raar. En toch klinkt encyclopedie minder raar dan encyclopedie. En laat staan dan encyclopedie. Dus in ieder geval, dat hoop ik. Ik hoop dat je dat kunt horen, want veel meer houvast kan ik je niet bieden. Nou gaat het in deze cursus ook niet om het herkennen van klemtoon. Je zou kunnen zeggen dat is meer iets wat je leert bij een cursus over het doen van taalkundig veldwerk. Dus wij in een cursus als deze wordt je gewoon verteld. Deze lettergreep heeft klemtoon, dan hoef je dat niet zelf te horen. Als je daadwerkelijk fonoloog bent, het is heel moeilijk om dat te doen zonder ooit zelf op wat voor manier dan ook data te verzamelen. En als je dan werkt aan klemtoon, en klemtoon is een belangrijk onderwerp in de fonologie, dan is het heel lastig als je dat niet kunt horen. Ik weet dus niet precies hoe ik het je moet leren, zeker niet langs deze onpersoonlijke weg, behalve door het aanwijzen van deze truc. Nou, dit was even terzijde. Waar het om gaat is, klemtoon is een relatief begrip. Niet alle talen hebben klemtoon. Dat is ook interessant. Maar een taal die klemtoon heeft, die heeft dan ook meteen klemtoon in alle inhoudswoorden. Dus er kunnen talen zijn waarin woorden geen klemtoon hebben. Het is ook niet onmogelijk om woorden uit te spreken zonder klemtoon. Encyclopedie. Daar zit geen klemtoon meer in. Ja, althans, ik vind het heel moeilijk om dat te maken. Nou, met de computer kun je het in ieder geval zo manipuleren dat alle lettergrepen even lang zijn, even hoog en even luid. En dat het voor mij als mens moeilijk is, is, dat komt niet omdat ik een mens ben, maar omdat ik een moedertaalspreker ben van het Nederlands. En dus gewend ben om ieder woord een klemtoon te geven. Maar in ieder geval, klemtoon, dus het is mogelijk voor mensen die geen moedertaalspreker zijn van een taal met klemtoon, om woorden uit te spreken zonder klemtoon. Maar zodra je klemtoon hebt in je taal, heb je op iedere lettergreep, op ieder woord is er een lettergreep die klemtoon heeft. Het is dus een heel belangrijk iets kennelijk in dat soort talen. Waarom dat zo is, is volgens mij niet helemaal duidelijk. Een aspect van klemtoon is, zoals wordt gezegd, dat het dient om woorden te demarkeren, om woorden te onderscheiden van elkaar. Als we praten, dan plakken we alle woorden aan elkaar en tot één lange stroom van geluid. En die wordt misschien wel af en toe onderbroken, maar die wordt niet per se onderbroken bij ieder woord. Maar de luisteraar moet er natuurlijk wel die woorden uit zien te pikken. En dan helpt zoiets als klemtoon, omdat je weet, nu wordt weer een nieuwe klemtoon, dus moet er ook een nieuw woord zijn
begonnen. Het helpt het best bij klemtoon die zelf puur demarcatief is, helemaal aan het begin zit of helemaal aan het eind zit van het woord. Maar sowieso, als je een klemtoon hoort, ook al heeft een taal klemtonen soms midden in een woord, dan weet je in ieder geval dat er ergens, we hebben twee klemtonen gehoord, dus er moeten twee woorden zijn geweest. Dat is een soort functie van klemtoon, maar als nou sommige woorden geen klemtoon hebben, ja, dan vervalt die functie dus. Dus misschien is dat in ieder geval een deel van de verklaring. Ik vind het dan nog steeds eigenlijk wel vrij verwarrend waarom er dan talen zijn die klemtoon niet altijd helemaal op de grens leggen. En het Nederlands is daar eigenlijk een voorbeeld van, want in het Nederlands kun je zeggen pyjama en dan ligt klemtoon niet op de eerste lettergreep en niet op de laatste lettergreep, maar op de middelste lettergreep. Want je zegt pyjama is gek en pyjama is iets normaler en pyjama is weer gek. De klemtoon ligt daar op de middelste lettergreep. En dat is eigenlijk een beetje vreemd als de unieke functie van klemtoon het demarkeren van woorden zou zijn. Ik denk dat er meer aan de hand is, maar het is een manier waarop woorden worden georganiseerd, kennelijk in de taal. Dus de klankvorm van woorden worden georganiseerd rondom klemtoon. Of rondom toon, maar in de talen waar we het nu over hebben, rondom klemtoon. Dat is hoofdklemtoon. Nou hebben talen met klemtoon over het algemeen ook weer niet altijd per se, maar over het algemeen daarnaast ook nog bijklemtoon. Ik gaf al het Nederlands woord encyclopedie als voorbeeld. Dat is een voorbeeld van hoofdklemtoon op die, op de laatste lettergreep in dit geval. Maar het Nederlands heeft ook een duidelijk patroon van bijklemtonen. In encyclopedie liggen die op an en klo. Encyclopedie, encyclopedie, encyclopedie. Dit is een regelmatige afwisseling van beklemtoond, onbeklemtoond. Ansi, klope, die. In het Nederlands geldt over het algemeen dat waar hoofdklemtoon ligt, is onderhevig aan heel ingewikkelde regels, maar bijklemtoon begint op de eerste lettergreep van een lang woord en ligt vervolgens op elke oneven lettergreep. Encyclopedie. Dat kun je dus zien als iets dat georganiseerd is in groepjes. Groepjes van beklemtoonde, gevolgd door onbeklemtoonde lettergrepen. Dus talen die klemtoon hebben, en met name die dit soort bijklemtoon of secundaire klemtoon hebben, die geven evidentie dat er tussen de lettergreep en het woord nog een groepering zit. En die groepering noemen we voeten. Metrische voeten. Dat is een term die ontleend is aan de analyse, de klassieke analyse van poëzie. Waarin je ook gedichten ook op die manier analyseert. Natuur is voor, tevredenen of legen. Heeft ook zo'n regelmatige afwisseling van onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen. En in de analyse van poëzie zeg je dan, deze regel bestaat uit vijf voeten. Natuur is voor, tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Dus iedere regel heeft vijf van dat soort groepjes. En ieder van die groepjes noem je een voet. Dat is, dichters spelen daarmee. In gedichten gaat het over de relatieve klemtoon over een hele regel heen. Maar we zijn er inmiddels achter dat in talen met klemtoon iets wat daar in ieder geval op lijkt, ook een rol speelt in gewone alledaagse taal, in het bepalen van waar de klemtoon ligt in een individueel woord. En vandaar dat het woord voet geleend is uit deze zusterdiscipline van het analyseren van gedichten en is geïmporteerd in de analyse van
natuurlijke taal. Zou je kunnen zeggen, als we zeggen gedichten zijn kunstmatige taal, in natuurlijke taal vinden we ook voeten. Sterker nog, als we er even van uitgaan dat voeten binair zijn, bestaan er groepjes van twee. En in heel veel talen is dat zo. Er bestaat een kleine traditie in de literatuur van het aanwijzen van bepaalde talen die misschien een ternair klemtoonpatroon hebben, dus drie lettergrepen in een voet zetten. Daar gaan we nu niet op in. Daar gaan we niet op in dit college. Kijk, dit is maar in deze hele collegereeks doe ik maar één college over klemtoon. Maar op zichzelf kun je een hele reeks college geven over klemtoon. Er zijn mensen, fonologen, die helemaal alleen maar gespecialiseerd zijn in klemtoon. Er valt heel veel over te zeggen. We vereenvoudigen dus. En we vereenvoudigen tot binaire voeten. Voeten van twee lettergrepen. Dat is een vereenvoudiging, maar ik geloof dus tegelijkertijd kun je wel de overgrote meerderheid van de talen op deze manier begrijpen. Sterker nog, dat is heel erg de ambitie van dit soort literatuur over klemtoon, is typologisch van aard. Is het beschrijven van wat kunnen talen? Wat voor soort talen heb je allemaal? Dus in ons geval, wat voor soort klemtoonsystemen vind je in talen van de wereld? En hoe kunnen we een model bedenken, een formeel model bedenken, dat precies die klemtoonsystemen kan beschrijven. Dus precies kan beschrijven de klemtoonsystemen die er daadwerkelijk zijn. Dus alle klemtoonsystemen die we hebben aangetroffen onder de 6.000-7.000 talen, of in ieder geval de steekproef van die 6.000-7.000 talen waarover we genoeg weten om iets te kunnen zeggen over een klemtoonsysteem. En tegelijkertijd zo dat er niet allerlei klemtoonsystemen worden voorspeld die we niet daadwerkelijk aantreffen. Nou, die typologie is, dat is ook weer een vak op zich. Een heel succesvol vak op sommige gebieden. Maar in ieder geval binnen de fonologie is er, geloof ik, nergens zoveel typologisch succes geboekt als in de analyse van klemtoon. Er is weinig waarover we zo'n precies beeld hebben over wat er zoal mogelijk is in talen van de wereld. En waar we ook tegelijkertijd zo'n goede beschrijving hebben in de zin van een paar kleine verschillen die er kunnen zijn en die samen dat verklaren. Kijk, wat ik bedoel is dit. Stel dat je je zegt een taal kan A zijn of B zijn. Het kan klemtoon hebben of geen klemtoon hebben, bijvoorbeeld. En we zeggen, een taal kan X zijn of Y zijn. Een of ander verschil. Laten we zeggen, iets volkomen ongerelateerd. Een taal kan complexe lettergrepen hebben, complexe onsets hebben, dus onsets van meer dan één medeklinker, of niet. Nou, dus dan heb je, een taal kan A zijn of B zijn, een taal kan X zijn of Y zijn. A en B sluiten elkaar uit, X en Y sluiten elkaar uit. Maar dan heb je dus vier mogelijke talen, namelijk AX, AI, BX en BI. Die vier mogelijke talen zijn er dan. En dan ga je kijken, zijn die talen ook daadwerkelijk aanwezig? En zijn er geen talen die helemaal buiten deze structuur vallen op de een of andere manier? Die nog X, nog Y hebben of zo. Of zowel A als B, dus blijven elkaar toch niet uit te sluiten. Nou, dus dat is de voorspelling als je zegt er zijn twee tweewaardige verschillen. Die tweewaardige verschillen noemen we soms parameters. Er zijn twee parameters. Dan voorspellen we deze vier talen. Soorten talen moet ik zeggen. En we voorspellen dat alle talen die we kennen vallen in een van die vier vakjes die we zo hebben gedefinieerd. Er is geen enkele taal die buiten zo'n vakje valt. En ook is er idealiter geen enkel vakje helemaal leeg. Oké, nou, dus dat idee is in de taalkunde misschien zelfs wel
het meest succesvol uitgewerkt voor klemtoonsystemen. Misschien omdat de klemtoonsystemen betrekkelijk simpel en clean zijn. Maar ja, waar het ook door komt, weet ik niet. Maar in ieder geval is het in mijn ogen daar betrekkelijk succesvol geweest. Wat zijn dat dan voor verschillen? Kijk, wat ik nu daarnet noemde, klemtoon of geen klemtoon en complexe onzet of geen complexe onzet. Ja, dat zijn twee verschillen die ook niks met elkaar te maken hebben. Dus wat, ja, oké. Okay. Dus ik denk dat je alle vier die talen wel kunt vinden. Ik heb dat zelfs eigenlijk nooit over nagedacht. Maar ik zou mij verbazen als daar een gat zou zitten. Of als er een taal zou zijn die je daar niet in zou kunnen vatten. Het eerste verschil dat we hebben in de analyse van klemtoon, het eerste binaire verschil, is we hebben binaire voeten. Een voet bestaat uit een beklemtoonde en een onbeklemtoonde lettergreep. Nou, dan kan die beklemtoonde lettergreep de eerste zijn of de tweede. Dus het is onbeklemtoond beklemtoond of beklemtoond onbeklemtoond. Beklemtoond onbeklemtoond noemen we in het Nederlands, beklemtoond onbeklemtoond noemen we in het Nederlands een trochee. En onbeklemtoond beklemtoond noemen we in het Nederlands een jambe. Trochee en iamb in het Engels. Het aardige van het Nederlands is dat, nou, als je ervan houdt van dat soort grappen, is dat trochee als woord een jambe is. Want trochee betekent beklemtoond onbeklemtoond. En jambe betekent onbeklemtoond beklemtoond. Maar trochee spreek je uit als onbeklemtoond beklemtoond. En jambe als beklemtoond onbeklemtoond. Als jullie me nog kunnen volgen. Nu ben ik een beetje van me apropos gebracht door mezelf. Dus dat is het ene, dat is een van de verschillen die je kunt hebben. En er zijn talen die aantoonbaar trocheeën hebben en talen die aantoonbaar jambe hebben. Nou kun je dus zien of een taal trocheeën heeft of jambe, kun je zien over het algemeen aan woorden met twee lettergrepen. Woorden zoals trochee en jambe. Trouwens, in het Nederlands laat dus meteen zien dat het allebei die type woorden heeft. Daar moeten we dus nog op terugkomen. In het Nederlands is een beetje gecompliceerd. Er zijn gelukkig een heleboel talen die puur trocheeën hebben of puur jambes. En ieder woord van twee lettergrepen heeft altijd de klemtoon op de eerste lettergreep of op de tweede lettergreep. Dat is één parametrisch verschil. Het andere parametrische verschil is als we dan een woord hebben met een oneven aantal lettergrepen, dus drie lettergrepen of vijf of zeven, dan blijft er dus één lettergreep over. Dat is er één lettergreep die niet in zo'n groepje van twee kan worden ondergebracht. Het verschil is dan dat in sommige talen dat de eerste lettergreep van het woord is en in andere talen dat de laatste lettergreep van het woord is. Dat zijn ook meteen, voor zover ik kan overzien, de echte enige mogelijkheden. Het is nooit de lettergreep die precies in het midden staat van zo'n woord of zoiets. Het is altijd of de eerste of de laatste. Ook dus weer een binair verschil. Dus nu hebben we een fijn parametrisch systeem van trochee of jambe en eerste lettergreep of laatste lettergreep blijft over. Nou, voor alle vier die voorspelde talen kunnen we evidentie vinden. Hier vind je bijvoorbeeld evidentie voor een taal met trocheeën en de laatste lettergreep blijft over. Die taal heet Pintupi en je ziet hier dat je ziet dat de taal trocheeën heeft aan woorden met een even aantal lettergrepen. Dus bijvoorbeeld Panya, bijvoorbeeld Mayawana, bijvoorbeeld Chamulumputunku. Accenten voor een lettergreep geven aan, die lettergreep heeft klemtoon. De accenten boven de regel geven aan hoofdklemtoon, de accenten onder de regel geven aan bijklemtoon. Maar dat verschil negeren we nu nog even. We zeggen gewoon dat zijn allebei voeten. Dus klemtoon geeft aan hoofd van een voet. Dus in Panya is de eerste lettergreep hoofd van een voet. De tweede lettergreep is afhankelijk
van die voet. Nou, dat zijn dus trochea. Aan woorden met een even aantal lettergrepen kunnen we zien of een taal trochea heeft of iambus. En dat zijn hier duidelijk trochea. Aan woorden met een oneven aantal lettergrepen kunnen we vervolgens zien of welke lettergreep er overschiet. Dus Chukaya heeft een trochee. Dat wisten we, want de taal heeft trocheeën. En dat moeten de eerste twee lettergrepen zijn van het woord. Want de klemtoon ligt op de eerste lettergreep. En dus blijft er één lettergreep over. En dat moet de laatste lettergreep zijn van dat woord. En dat zie je ook in het vijflettergrepige woord. Pulinkalachu. Pulinkalachu. Waar ook weer de laatste lettergreep overblijft als je het gaat onderverdelen in woorden. Dus het Pintupi, een Australische taal, heeft trocheeën en de laatste lettergreep blijft over. Nou, dat kunnen we contrasteren met Malak Malak, een andere Australische taal. Die heeft ook trocheeën. Dat kunnen we ook weer zien als we kijken naar woorden met een even aantal lettergrepen. Bijvoorbeeld twee. Wuru. Dus Wuru, dat, als dat een Pintupi woord zou zijn, dan zou je dat op dezelfde manier uitspreken als Malak Malak. En dat geldt voor alle woorden met een even aantal lettergrepen. Maar als je een oneven aantal lettergrepen hebt, bijvoorbeeld Melpapu. Nou, ook hier weer, Malak Malak heeft trochee, dus Papu moet zo'n trochee zijn. Dat is de enige trocheïsche structuur die we kunnen vinden. En blijft Mel, blijft dus kennelijk over als extra lettergreep, Melpapu. Als Melpapu dus een Pintupi woord zou zijn, zou je zeggen Melpapu. Dus daar, bij oneven lettergrepen verschillen die twee talen in waar de klemtoon ligt. Nou, dus nu hebben we trochese taal met eerste lettergreep en trochese taal met laatste lettergreep schiet over. Datzelfde, kun je datzelfde ook vinden voor jambische talen? Ja. Wat we in ieder geval zeker kunnen vinden is een jambische taal waarin de laatste lettergreep overschiet. Daarvan is bijvoorbeeld Creek. Dat is een Indianentaal. Want om de een of andere reden. Dus jambische patronen zijn minder populair in talen van de wereld dan trocheïsche. En we vinden ze. Ik ben niet helemaal 100% typologisch onderlegd. Maar ik denk dat je kunt zeggen dat je ze vooral vindt in Indianentalen. En zoals Creek. En dat kunnen we dus weer zien. Dat de taal jambisch is, kunnen we weer zien aan woorden met een even aantal lettergrepen. Bijvoorbeeld Choco. Dat is een jambe. Dat is een twee lettergrepig woord dus. En alle twee lettergrepige woorden zijn zo. En als we dan kijken naar een drie lettergrepig woord, een woord met een oneven aantal lettergrepen, Amifa. Nou, Ami is een jambe. Dus moet fa overschieten. Blijft de laatste lettergreep over. Of er talen zijn met jambische patronen waarbij de eerste lettergreep overschiet, daarover is iets meer discussie. De talen die we daarover hebben zijn over het algemeen iets minder goed gedocumenteerd. En omdat klemtoon dus niet altijd even makkelijk te horen is, en vooral ook zeker in een andere taal dan je eigen taal is, moet je eigenlijk een goed gedocumenteerde taal hebben. Dus een iets minder goed gedocumenteerde taal waarin het toch wel aan de hand blijkt te zijn, is Wiri. Ook weer een Indianentaal. Nou, dat heeft Mingtip. En zo dus twee lettergrepige woorden hebben een duidelijk jambisch patroon. En drie lettergrepige of vijf lettergrepige woorden hebben Kulipu. Hebben een jamba aan het begin en dan een overschietende lettergreep. Er zit hier dus een soort kwestie, namelijk we weten niet zeker of er nu echt wel talen zijn. Er is gewoon nog meer onderzoek nodig naar dit soort talen om meer zekerheid te hebben. En dan nog rijst in ieder geval de vraag hoe het nu komt dat trocheeën populairder zijn dan jambes. En dat bij jambes, als je een jambe hebt, eigenlijk altijd de laatste lettergreep overschiet en niet de eerste. En samen zeggen die twee dingen, dus trochea zijn populairder dan jambe. Dat wil zeggen, beginklemtoon is populairder dan klemtoon op de tweede lettergreep. En dus bij jambes heb je liever dat de laatste lettergreep overschiet. Dat wil zeggen, het patroon taramtam is populairder dan
Tadadam. Met andere woorden, ook als je al jambes kiest, dan laat je niet de eerste lettergreep ook nog overschieten, want dan duurt het twee lettergreppen totdat je met de klemtoon kan beginnen. En dat heeft dus misschien iets te maken met die demarcatieve functie van klemtoon, dat je die gebruikt om grenzen van woorden aan te duiden. En bij grenzen is het, als je grenzen aanduidt voor de luisteraar, hè, dus de luisteraar weet, klemtoon, nu is een nieuw woord begonnen, dan is het dus handig als die klemtoon de eerste lettergreep van het woord is. We luisteren intensiever als luisteraars naar het begin van het woord dan naar het eind van het woord. Waarschijnlijk omdat we in het begin van het woord, is dat woord nog helemaal nieuw, moeten we dus helemaal. Dus als ik zeg kom, het begin van het woord zeg, dan weten jullie dat ik iets met komkommer wil gaan zeggen. En in zekere zin luister je dan ook al niet meer. Dat is een psycholinguïstisch effect, dat weten we. Mensen besteden meer aandacht aan het begin van woorden dan aan het eind van het woord. Einde van woorden zijn vaker meer redundant. Die geven minder nieuwe extra informatie. En dat is misschien de reden waarom we liever niet willen dat klemtoon te veel wegschuift van dat begin van het woord. En in een Nederlands woord als encyclopedie, waar hoofdklemtoon ligt, helemaal aan het eind van het woord, ligt er in ieder geval een bijklemtoon aan het begin van dat woord. Goed, dus dit waren twee van dit soort binaire parameters. Er is nog impliciet een ander soort parameter natuurlijk, of je de hoofdklem van al die voeten die je maakt, welk van die voeten dan de hoofdklemtoon krijgt. Dat is net als met welke lettergreep er overschiet, eigenlijk altijd de eerste of de laatste voet van het woord. En ook die, dus nu hebben we drie verschillende parameters en dus acht mogelijke talen. Het wordt een beetje saai om die allemaal te gaan behandelen. Dus ja, dat wordt je geacht te geloven dat je eigenlijk nu het systeem nu helemaal vindt. Behalve dat er dus ook hier dan weer problemen gaan ontstaan met die jambische talen. Gewoon simpelweg ook omdat er zo weinig van zijn. En met name zo weinig van zijn die echt goed beschreven zijn. Als je dus de typologie van klemtoon vooruit wil helpen, spoed je naar de Amerika's om daar die over het algemeen op sterven staande laatste Indianentalen nog te helpen goed te beschrijven. Maar met deze drie parameters heb je een grote groep talen al wel behandeld. Er zijn nog wel twee belangrijke parameters. De eerste is die van kwantiteit. In alle talen die we tot nu toe zagen, geldt dat kwantiteit er niet toe doet. En wat dat betekent is dat de structuur van lettergrepen, of om nog preciezer te zijn, de structuur van rijmen in lettergrepen, er niet toe doet. Maar er zijn ook veel talen waarin de structuur van rijmen er wel toe doet. De kwantiteit van het rijm ertoe doet. De omvang van het rijm ertoe doet. In die talen is er een voorkeur om klemtoon te leggen op zware lettergreep. En een zware lettergreep is dan een rijm met meer posities. Dus als die taal één positie of twee posities heeft in het rijm, dan zijn de zware rijmen de rijmen met twee posities. Het zijn dus lettergrepen met een lange klinker of gesloten lettergrepen. Sommige talen maken daar dan ook nog weer verschil tussen. Dus wat reken je nou precies als zwaar? Maar dit is de essentie. Dat soort talen zijn, daar wordt dus het patroon verstoord. Dus je kunt dat soort talen herkennen doordat bijvoorbeeld binaire woorden niet allemaal puur jambisch zijn of allemaal trochees zijn. Dus woorden met een even aantal lettergrepen daarvan zijn, lijken er sommige, met twee lettergrepen met name daarvan, lijken sommige een jambe te hebben en andere een trochee te hebben. Je zou nu kunnen denken, ja, misschien is het Nederlands dan wel van dat type. Dus het Nederlands heeft jambe en trochee en jambe is een trochee en trochee is een jambe. Heeft dat dan misschien iets te maken met zwaarte? Dat zou ook niet zo gek zijn om te denken, want jambe heeft duidelijk de eerste lettergreep
is duidelijk zwaar, want gesloten, jam. En in troche is de tweede lettergreep misschien ook zwaar, want hij heeft een soort lange klinker. Je zegt ook niet troche, maar je zegt troche. Het Nederlands heeft in ieder geval ook iets van zwaartegevoeligheid. Dat is waar. Dus dit effect zou je misschien kunnen beschrijven als een effect van zwaartegevoeligheid. Maar het Nederlands is vooral ook een voorbeeld van nog een andere parameter tussen talen van de wereld. En die parameter gooit helaas een heleboel overhoop, maakt de analyse vaak heel ingewikkeld van een individuele taal. Dus tot nu toe, voor de 16 talen die we tot nu toe hadden beschreven, namelijk 4, dus 2 keer 2 keer 2 keer 2. Dus wat voor soort voet, welke overschietende lettergreep, waar ligt de hoofdklemtoon en zwaartegevoelig of niet. 2 keer 2 keer 2 keer 2, 16 verschillende soorten talen. Dat kun je bijna door een computer laten doen. He, dus je kunt, aan een computer een verzameling woorden geven in een bepaalde taal. En die kan vaststellen waar die klemtoon ligt. Ja, eigenlijk, je kunt het sowieso, de hele typologie, door een computer laten doen. Maar dit is heel simpel. Het is heel simpel. Gewoon met heel simpele regels valt het uiteindelijk vast te stellen. Maar het patroon wordt overhoop gegooid doordat er talen zijn met wat we noemen lexicale klemtoon. De plaats van de klemtoon is lexicaal bepaald. In het lexicon, in de manier waarop een woord is opgeslagen in ons hoofd, staat al waar de klemtoon staat. En de consequentie daarvan is dat die klemtoon onvoorspelbaar is. Dat die klemtoon kan liggen op een willekeurige of quasi-willekeurige lettergreep. En de consequentie daarvan is dan weer dat je zogenaamde minimale paren hebt. Dat je woorden hebt die alleen maar van elkaar verschillen in klankvorm, in waar de klemtoon ligt. In het Nederlands is daar het voorbeeld van kanon en kanon. Dus het ene is een lijstje met belangrijke hoogtepunten van de cultuur. En het andere is een schietinstrument, kanon en kanon. Dus de betekenis tussen die twee zijn verschillend. En het enige klankverschil tussen die twee is op welk van de twee lettergrepen ligt de klemtoon. Nou, dat laat zien dat die klemtoon dus niet puur fonologisch bepaald is. Hoe je ook gaat puzzelen op hoeveel lettergrepen zijn er, is het even of oneven, wat is de structuur van die lettergrepen, hoe je ook gaat kijken, je komt nooit op een systeem dat kanon en kanon eruit krijgt. Het is iets wat je uiteindelijk uit je hoofd moet leren. Dus er zijn een heleboel talen waarin dat niet hoeft, maar het Nederlands en het Engels en het Duits zijn talen waar dat wel moet. En er zijn in het Nederlands niet heel veel van dat soort minimale paren. Er zijn niet heel veel woordparen die van elkaar onderscheiden zijn. Maar neem pyjama, Canada en chocola. Dat zijn alle drie woorden van drie open lettergrepen. Er is geen verschil in lettergreepstructuur. En de klemtoon kan liggen op de eerste lettergreep, Panama, op de tweede lettergreep, pyjama, op de derde lettergreep, chocola. Op al die lettergrepen kan klemtoon liggen. Ja, dat is dus niet een consequentie van fonologie. Dat is iets wat je uit je hoofd leert als je Nederlands leert op een bepaalde manier. Dus dat soort talen kun je er ook wel uitvissen. Dus wat ik daarnet zei over die computer was een beetje overdreven. Computer kan dat er ook wel uitvissen. Maar die moet dat dus doen door het liefst door minimale paren te vinden. Dus woorden die echt precies hetzelfde zijn, behalve dat de klemtoon ergens anders ligt. Of anders dat soort quasi-minimale paren, namelijk dat we alle soorten structuur waarvan we weten dat klemtoon naar kijkt, en dat is eigenlijk alleen maar de rijmstructuur, gelijk blijft. En dan krijg je paren zoals Panama, pyjama, chocola. En dan laten zien dat die verschillende klemtoon hebben. En als dat zo is, dan
dan heb je dus de lexicale talen eruit gefilterd. En met de niet-lexicale talen, dus als je dat helemaal niet vindt, dan kun je verder met die analyse van de niet-lexicale talen. Het is een beetje ingewikkeld, want dus, ja, nee, dus het betekent dat je dus eigenlijk moet uitsluiten dat die minimale paren er zijn. Dan moet je eigenlijk eerst naar alle woorden gaan kijken in de hele taal, om te zien of er niet ergens, toch ergens in een uithoek zo'n minimaal paar zich bevindt. En totdat je dat het uitgesloten dat er is, weet je dus niet zeker of er niet toch lexicale klemtoon is. Misschien die voorbeelden die ik jullie gaf van Pin to Pia, dat waren er een paar, een handjevol. Misschien heb ik die wel zo geselecteerd dat allerlei rare gevallen eruit zijn gefilterd. Misschien is er ergens wel in de woordenschat van het Pin to Pia, zijn er wel woorden gevonden die helemaal geen zo'n mooi trochees patroon lijken te vertonen. Is niet zo, maar dat weet je dus eigenlijk niet voordat je het hele Pintopi hebt bestudeerd. Dat is een ingewikkeld probleem. Ik had een beetje ongelijk met daar de computer bij te halen. Het gaat er meer om, het is meer een soort dataprobleem. Dus je moet eigenlijk alle data beschikbaar hebben voordat je zeker weet hoe het zit. Dat er talen zijn met lexicale klemtoon, waar het Nederlands er dus een van is, is dus eigenlijk heel vervelend voor het doen van typologie. Als die lexicale klemtoontalen er niet waren, dan waren alle andere talen veel makkelijker te analyseren. Dan waren we eigenlijk al helemaal klaar geweest met de beschrijving van klemtoonsystemen. Maar hoe dit alles ook zij, we hebben dus nu een klein aantal verschillen gevonden tussen talen. En het is wel het geval dat je eigenlijk met al deze verschillen al een heel eind komt. Dus hiermee hebben we toch wel een aardige typologie. Dus we hebben talen met lexicale klemtoon, we hebben talen zonder lexicale klemtoon, dus met voorspelbare klemtoon. En die voorspelbaarheid, ja, daar heb je eigenlijk 16 verschillende typen van. En voor een heel groot, het is versimpeld. Er zijn misschien talen met ternaire patronen, er zijn misschien talen waarin lexicale klemtoon op een bepaalde manier wordt gecombineerd met voorspelbare klemtoon. Dus klemtoon is heel vaak voorspelbaar, maar soms niet. Het Nederlands is eigenlijk een beetje van dat type ook nog eens een keer. Nee, klemtoon in het Nederlands is heel ingewikkeld. Er zijn dikke boeken volgeschreven over de klemtoon van het Nederlands van mensen die het niet met elkaar eens waren over wat het systeem nu eigenlijk precies was. Het is in de kern heel simpel. In de kern is het een trochees systeem. Als je twee lettergrepige woorden neemt die je niet kent, of kinderen zeggen mama, papa, auto, dat zijn allemaal trocheeën. Simpele twee lettergrepige woorden hebben eigenlijk altijd een trocheese structuur. Het is in de kern een simpel systeem. Mensen hebben ook een trocheese structuur waarbij de hoofdklemtoon op de laatste trochee van het woord ligt. Vandaar dat mensen geneigd zijn om notulen uit te spreken als notulen, of catalogus uit te spreken als catalogus. Dus dan maak je van logus of tule maak je dan een mooie trochee aan het eind van het woord. Er is in essentie een simpel systeem, maar waarschijnlijk doordat er op een bepaald moment zoveel leenwoorden zijn gekomen uit het Latijn, het Frans, het andere Romaanse talen, is dat systeem een beetje door elkaar gaan lopen, complex geworden. En nou, zijn er dus zoals gezegd hele dikke boeken over geschreven. Maar als we even afzien van het Nederlands en het Engels en het Duits, dan zijn de meeste talen van de wereld eigenlijk vrij eenvoudig te beschrijven in dit soort klemtoonsysteem. Maar we zijn er nog niet. In de eerste plaats gaan we nog zien dat voeten meer doen dan alleen maar klemtoon aanwijzen. Dat misschien zelfs wel in sommige talen die niet zo duidelijk klemtoon hebben, voeten toch aanwijsbaar zijn. Groepjes van twee lettergrepen toch soms werk doen. En we gaan zien, dat is de volgende video, we gaan zien dat er hogere orde structuur is boven het niveau van het woord zelfs. Omdat ook zinsdelen en zinnen, albei morfosyntactische, syntactische begrippen,
een equivalent hebben in de fonologische structuur. Een equivalent die niet precies overeenkomt, maar wel vaak overeenkomt. Een soort fonologische interpretatie van zinsdelen en zinnen. En er is uiteindelijk ook nog zelfs nog een soort fonologische interpretatie van nog hogere orde structuur, wat we noemen de utterance, de uiting. De zinnen die ik achter elkaar uitspreek in een beurt in een gesprek. Of het grote aantal zinnen dat ik nu achter elkaar heb uitgesproken, ook weer in dit college. Tot de volgende keer.